Jongens, welkom bij een nieuwe aflevering van Gamersnet Gear. Naast mij zit Tom. Dit is Salem. En vandaag gaan we het hebben over een router. Ja, het is weer zover. Oh, internet. Internet, het is een ding. Als gamer heb je het nodig. Dus waarom ga je niet voor een gaming router? Jee, we hebben er al eentje behandeld van Linksys, maar nu komt ook Netgear over de boeg. En die zeggen, we hebben een Netgear Pro Gaming Router XR500 uit de Nighthawk lijn. Het klinkt en het ziet er wel heel gaming aesthetic uit. Ja, dat zeker. Als je hem zo al ziet, het lijkt een beetje op echt een spaceship of zo. Ja, ik had wel net over dit ook een Nighthawk. Ik vind het ook wel een beetje iets weg hebben van een klauw. Als je hem zo ziet met die antennes, zoals die gewoon je internet grijpt. Dat is dus niet. De Nighthawk serie bestaat nu uit drie dingen. En die andere drie dingen lijken niet op iets van vogelachtige zaken. Nee. Maar hier lijkt het toch in één keer Nighthawk zo. Inderdaad, het lijkt een klauw of zo bijna. Ja, dat is dus dan weet je ook meteen van het is voor gamers, want er zitten van die scherpe vormen en van die luchtroosters in. Ja. Heeft het RGB? Nee, het geen RGB, wel heel veel ledjes die je overigens ook wel uit kan zetten. Want op de voorkant, serieus, als je hem ergens in een soort van visuele plek hebt staan, ergens in je woonkamer, dan zie je wel continu die ledjes fel knipperen. Kun je gelukkig ook wel uitzetten. Ze hebben overigens wel een switch, gewoon een netwerkswitch, waar dus wel RGB in zit. Maar dit is gewoon wit, klaar. Wit of oranje. Okay. Maar goed, natuurlijk meteen, want mijn eerste vraag aan jou is, waarom? Want, welke gamer speelt draadloos? Want ik zie vier antennes en ik denk gelijk van, als je dan, want deze kost €280, als je dan zoveel geld uitgeeft aan verbeterd internet, dan ben je wel een fanatieke gamer. En de meeste fanatieke gamers hebben een Switch. Of in ieder geval, die hebben een kabel lopen. Ja, natuurlijk, je kunt dit gewoon gebruiken als een extra switch, als een extra poort voor je internet. Er zitten ook gewoon vier internetpoorten op. Je steekt één keer je WAN erin. En vervolgens kun je dus vanuit hier weer, krijg je een nieuwe router of je enige router. Kun je natuurlijk zelf instellen en zo. Maar hij doet het ook bekabeld. En het ding is dat hij dus niet alleen maar sneller is wireless. Nee, hij heeft ook echt bepaalde software om ervoor te zorgen dat eigenlijk alles sneller is. Of je het nou bekabeld of draadloos doet. Ah, oké. Dus het is in principe, oké, want die antennes, dat is natuurlijk ook gewoon, het is wel handig. Want je hebt waarschijnlijk, voor mijn idee, moet je met dit ding wel gewoon wifi gelijk hebben in je huis. Ja, in ieder geval, ik zit dan in een appartementje, maar inderdaad, het wifi bereik is gewoon, ik heb hem dan ergens in de pc-hoek staan, maar het hele huis heeft gewoon prima wifi. Ja, precies, maar dat mag ook natuurlijk wel, met als je kijkt ook naar die antennes. Ja, vier van die lopen-antennes, ja. Maar wat is dan, want je hebt het over die software en zo, ook als je het bekabeld gebruikt, heeft dat dan ook bepaalde voordelen ten opzichte van hun eigen Switch of überhaupt een gewone? Ja, nee, zeker. Nou, sowieso, Netgear heeft hiervoor gekozen om samen te werken met DumaNet. En dat is een soort van open source netwerk monitor programma OS. Okay. Dus het heet ook DumaOS. En dat zit hierop en dat ga je dus niet krijgen bij andere dingen. En ik denk dat dat vooral is waarom je hiervoor zou kiezen. Ja. Is omdat ze echt ijzersterke, het is niet eens echt software. Het is een soort van firmware die in de cloud staat. Het is echt een OS van dit apparaat zelf. Ja, en dat bereik je gewoon vanuit je browser. Maar daar zitten zo ontiegelijk veel fijne features in. En ook echt als je een gamer bent en je houdt van statistiekjes en je houdt van alles goed kunnen monitoren. Dat doet die OS echt prachtig. Ik bedoel, we hebben een tijdje terug van Linksys natuurlijk ook een gaming router gehad. Had ook prima software, maar ik denk dat het niet kan tippen aan DumaOS. Omdat er gewoon, je kunt een heel netwerkkaart zien waarbij je dan specifiek dingen aan kan klikken. En zegt, dit is een tablet en ik wil dat de tablet, weet je wel, maar 10% van het totale aantal MB's down en zoveel up pakt. Of bijvoorbeeld, ik ben een game aan het spelen, dat herkent hij dan automatisch. Of dat kun je zelfs nog sterker ook gewoon zelf instellen. Dan kun je zeggen, als ik speel, dan wil ik dat, weet je wel, de Netflix stream van mijn vriendin, dat die een tandje lager gaat en dat ik het meeste van de bandbreedte op. En zie gelijk 480p. Ja, precies. Ja, maar goed, ik heb het nodig voor mijn potje Overwatch dan, weet je wel, of PUBG of whatever. Maar dat doet het heel goed en er zitten zoveel kleine widgets daarin. Echt, ja, ik vind het heel praktisch gedaan. Je hebt zelfs een soort van region tracker. Dat je kan zeggen, in D&D games wil ik alleen maar matchmaken met mensen die in een 500 kilometer radius van mij zitten. Dus eigenlijk kan je het zo zien, het is qua router doet het zelf niet per se heel veel meer. Maar we hebben het natuurlijk al vaker over gehad, zodra je een router behandelt. Het is natuurlijk heel erg afhankelijk van jouw internetsnelheid. Je kan niet op een magische wijze, als jij een heel goedkoop abonnement hebt, slim zijn en denk ik investeer in dit ding en heb ik ineens 10 gig up en down. Dat gaat gewoon niet. Maar wat je wel kan doen is wat je hebt optimaliseren. Dat doet het ding dus wel automatisch. Want en je krijgt gewoon optimaal gebruik maken van wat je hebt inderdaad. Ja. Dat is waar dit op neerkomt. Ja, maar dat is sowieso met routers. Er valt niet zo heel veel meer te halen als je kijkt al naar de beste routers. En het is ook als je zelf geen gamer bent en je wil een goede router, dan waren er al honderden modellen. En zelfs voor gamers zijn er ook al honderden modellen waar ze goed terecht kunnen. Maar dit doet zeg maar qua router en qua modem alles zo goed mogelijk. Het beste wat Netgear te leveren heeft. En gooit daar dan nog eens een keer die OS over op om te zeggen van kijk, gamers hebben er ook nog eens een keer iets speciaals aan. Juist, want ik zit ook te denken, je noemt het net al dan, stel je vriendin zit Netflix te kijken of weet ik veel wat. Dit op zich, kijk, qua aesthetics is het wel heel erg gamer, maar op zich is die ook best wel gewoon
family-friendly in die zin dat dat OS regelt het heel erg voor het gamen. Ja. Maar door die antennes heb je ook wifi in je hele huis. Ja. Dus in principe zou je hem in elk huis kunnen zetten. Want ja, weet je, je tegenwoordig je laptops, je smartphones, die gebruiken bijna nooit meer bekabeld natuurlijk. Dus daar is hij dan denk ik ook wel gewoon heel geschikt voor. Ja, dat is wat ik zeg. Hij doet alles wat een router kan doen, doet hij optimaal. Hij doet alles wat een modem of een netwerkswitch zou kunnen doen, doet hij optimaal. Maar hij gooit er dan nog iets bovenop als gamer. En dat is dan die software. Ja. Echt de dingen die je daarmee kan. Ik vind het is eigenlijk een beetje, soms voelt het een beetje als cheaten. Omdat je dus ook echt specifiek kan zeggen van, er zit een lul in mijn Overwatch team. Hij heeft een rotverbinding en hij wil maar niet leven. Hij wil erop staan dat hij met 300 ping door blijft spelen. Dan kun jij vervolgens naar die OS gaan en zeggen, deze speler met dit IP gaat heel traag. Kun je die alsjeblieft zeg maar weghouden uit mijn matchmaking? En vervolgens word je nooit meer gematcht met die guy. Ja. Dat zijn van die kleine dingetjes dat ik denk van, oh, dat doen ze heel erg slim. En zo optimaliseert hij sowieso standaard al een heleboel dingen voor je. Dus hij kan bepaalde games herkennen en dan weten van, nou, dit is de max. Ik kan ongeveer daar gaan zitten. Dat hij dan automatisch al een soort van baan voor je vrijmaakt voor de optimale internetverbinding. Maar dus daarbovenop kun je dus ontiegelijk veel tweaken. En wat die OS vooral ook goed doet, is dat je een soort van dashboard hebt wat je zelf ook helemaal in kan stellen. Wat vind jij interessant om te weten van je router in een oogopslag? Kun je dan daarop pinnen en kun je zeggen, nou, ik wil het CPU-gebruik wil ik daar. En ik wil een grafiekje met de internetsnelheden naar die en die laptop, die wil ik daarnaast hebben ofzo. Het is zo leuk dat je dat gewoon zelf kan. Ik denk dat heel veel gamers dat leuk vinden. Ja, dat tweaken. Denk ik zeker. Het tweaken, het matchmaken wat jij noemt. Ja. Ik denk dat al met al dit gewoon een top router is wat dat betreft. Wat je zegt, hij doet wat hij moet doen, doet hij optimaal. Ja. En hij geeft eigenlijk gewoon nog wat extra voor de game. En dit is ook de eerste keer, want ik ben best wel een beetje dan een internet noob. Maar dit is de eerste keer dat je nu inderdaad ook iets noemt waarvan ik denk van ja, maar dit heb ook wel echt voordeel voor een gamer. Want vaak is het natuurlijk gewoon van ja, we hebben gewoon heel veel internetporten, dus is een gamer switch, want die hebben meerdere consoles of zo, weet ik veel waarom dat zou zijn. Of we hebben er ledjes in verwerkt, dus nu zit het voor de gamer. Ja, daarom. Maar dit is dus niet alleen esthetisch gamer verantwoord, want dit ziet er gewoon tof uit in je setup. Het heeft ook nog eens oprecht voordeel. Moet ik wel zeggen, wat jij nu allemaal noemt, is natuurlijk wel, het is wel echt voor de wat fanatiekere gamer. Ja, absoluut. Als jij gewoon je casual gamer bent, maar je hebt wel je console bekabeld en je speelt elke avond een paar potjes, weet ik veel wat. Ik kan het wel een game noemen, dan klinkt dat gelijk alsof ik die game bash. Fortnite. een paar potjes Fortnite speelt. Dan heb je zoiets van, dan kan ik matchmaking. Ik speel gewoon eigenlijk met iedereen die oké internet heeft. Het is wel echt voor de fanatiekeling en het is ook zeker niet zeg maar een soort van bare necessity die elke gamer zou moeten hebben. Nee. Maar als je bijvoorbeeld een veel eisend internet huishouden hebt of je wil al een keer dat je zegt van, nou, ik wil van die Ziggo modem / router af, ik wil even iets nog erbovenop wat het beter maakt. Ja. Dus je gaat dan al investeren, dan kun je zeggen, ik ga nog iets verder, dus ik ga voor die volle €280 en dan kun je dit aanschaffen. Dan weet je dat je voor de komende jaren, en ook al wordt je huishouden groter of wat dan ook, of krijg je meer systemen, je weet in ieder geval dat je internet gewoon goed blijft. Dus dat is dan zou je zeggen van nou oké, dan is die €280 wel waard. Wat ik vooral heb is dat ik hem vergelijk natuurlijk met die Linksys router, die WRT32X, die we een tijdje terug behandeld hebben. Die is ook €280. Ik zou wel zeggen dat deze echt specifiek qua OS en dergelijke het veel beter doet dan dat ding. Ik vind die Linksys alleen veel mooier. Die is veel strakker. Ik ben geen fan van gamer aesthetics, dus dat is een smaakkwestie. Daar moet je dan ook voor kiezen. Nee, dat vind ik zelf ook iets te specifiek. Het is niet minimalistisch. Het is zo aanwezig. Het wil heel graag in je setup staan. Terwijl ik zou zeggen, ik heb dit liever in de kast, zodat niemand het ziet. Zodat ik het niet uit hoef te leggen wat het precies is. Ben ik helemaal met je eens. Zeker omdat het natuurlijk ook een router is. Wat ik zeg, ik denk gewoon bottom line dat deze router het verbluffend goed doet als router. Ja. En het ook verbluffend goed doet als gaming router. Ja, nee, absoluut. Zeker mee eens. Beter dan de concurrentie tot dusver doet, naar mijn idee. Ik ben er wel over te spreken. €280 is alleen wel duur, maar ik zeg al, als je dan toch wil gaan investeren, goed, dan kun je hier aan gaan denken. Ja, plus ik zit ook te denken, €280 is eigenlijk helemaal niet heel erg veel geld als je daarmee het beste uit je internetabonnement kan halen. Ja, in plaats van heel veel mensen upgraden dan hun internetabonnement, waardoor ze eigenlijk steeds bottlenecked blijven en dan betaal je op een gegeven moment ook €40-50 per maand en dan heb je het ook zo. Dus ja. Ik zou zeggen, dat is goed dat je dat nou het internetabonnement er ook bij verwerkt. Dan snap ik hem wel. Dan kun je inderdaad zeggen, voor een half jaar internet heb je dit. In principe wel, ja. Want het is natuurlijk nogmaals niet dat je nu in één keer het goedkoopste abonnement kan nemen. Nee. Maar heel veel mensen bottlenecken natuurlijk wel gewoon op een Ziggo modem of een weet ik veel wat. Je krijgt gewoon een goedkope modem erbij geleverd. Het is logisch dat die bedrijven dat doen. Ja. Investeer eenmalig in zoiets en je hebt gewoon overal wifi. En dus die OS. Ja, en ik hoop wel dat die OS ook rondom dit product, kijk, ze implementeren het hier, ze lanceren het hiermee. Prachtig OS, maar ik hoop ook wel dat meer systemen van Netgear of notabene andere bedrijven, dat die ook met dat Duma OS gaan werken. Want het is wel ontiegelijk handig. En als je een beetje vaardig bent met je internet, kun je er echt hele leuke dingen mee doen.
Ja, dus ik denk, lang verhaal kort, Netgear, hoe heette die? XR500. De Nighthawk Pro Gaming. Nighthawk Pro Gaming XR500. In gamers, Netgear. Oh, niet alleen Pro Gaming, Pro Internet. Oh, wauw. Pro Consumer. Pro Consumer. Twink in Games and Games Ask Madden. We gaan nu tappen op de antennes. Schuif er nu overheen. Heel seksueel met die antenne wezen. Ik ga met de knopjes spelen.